De gemeente, Startercollectief Sint-Oederode en Vovesto zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Vanaf 2 december nemen starters hun intrek in het voormalige Fioretti College. Op diezelfde dag vond de sleuteloverdracht plaats en vanaf nu spreken we dan ook over Campus Fioretti. We hebben al 8 eerste uur dus. Heel veel succes met alles. Ja, hartstikke bedankt. En maak er ook een succes van. En dat gaat gebeuren. Dank je wel. We hebben als starterscollectief eigenlijk 4 pijlers waarop wij zijn gebouwd. Dat is het enthousiasmeren, het informeren van starters of mensen die willen gaan starten. Het is mentoring, een stukje coaching. En het is monitoring, bijhouden van nou hoeveel starters starten er nou elk jaar en hoeveel vallen eraf. Daar kun je conclusies uit trekken van gaat het goed of gaat het juist niet goed. Daar moet je iets van kunnen zeggen dan. En die andere pijler is het faciliteren. En dat is faciliteren in de meest brede zin. Maar in dit verband natuurlijk faciliteren concreet in huisvesting. En als we lezen inderdaad van de week dat er dit jaar al 46% meer starters zijn dan in het afgelopen jaar. Dan kun je eigenlijk ook wel zeggen, het is niet zozeer alleen een behoefte. Het is zelfs een noodzaak om al die starters een goede plek te geven. Want dat is natuurlijk toch voor ondernemers in Oederode de toekomst. Wij zijn in gesprek geraakt met de gemeente juist vanuit een idee van tijdelijkheid. De gemeente heeft vanaf het allereerste begin gezegd, dit is voor een periode van 3 tot 5 jaar maximaal. Dat is de tijd die wij voor onszelf nemen, als gemeente zeg ik dan even, om na te denken van wat willen wij met dit gebouw. En voor het starterscollectief is dat ook een mooie periode om eventjes een proeftuintje in te richten van nou, kunnen wij dit wel aan? Wordt het een succes? Ja of nee? Want als het blijkt dat het straks geen succes is, waar ik natuurlijk helemaal niet van uitga, dan zitten wij ook niet gebonden aan langere periodes. En je mag natuurlijk ook een beetje hoopvol denken, want als dit een heel groot succes wordt, misschien zegt de gemeente dan wel, nou, waarom laten we niet dat het is zoals het is. We knappen het helemaal mooi op, moet wel een beetje professioneel uitzien. En als het goed is, komt aan die wand mijn achtergrond voor de studio. Ik ben er heel blij mee. Het is een supermooie ruimte en een supermooie locatie. En het idee van het starterscollectief is dat het ook betaalbaar blijft. En dat is voor mij ook wel een puntje. Ja, daar ben ik heel tevreden mee eigenlijk. Gewoon een combinatie van alles, daar ben ik gewoon super blij mee. Ik heb van de zomer, wist ik dat mijn contract ergens anders af ging lopen, dus was ik eigenlijk al op zoek. Dus ik heb flink wat telefoontjes gepleegd om te zorgen dat ik hier al een plekje kon krijgen. Ja. Wie weet waar we over 5 jaar staan, dat weet ik niet. Maar ja, ik zal er hard aan werken met heel veel plezier, denk ik. Oogsten, maar dat doen we met z'n allen hier in Sint-Oederode. Want al die mensen die hier gaan starten, die zullen we straks in Sint-Oederode overal tegen gaan komen. En dat is niet om onszelf op de borst te gaan kloppen, maar dat is echt puur voor de starters bedoeld. Dat oogsten doen we met z'n allen. En zo zitten we ook met z'n allen in dit project.